is gewoon op de ellebogen steunen en dan de benen gewoon op en neer bewegen. Ook proberen je bekken heel stabiel te houden. En hoe rustiger je de oefening doet, hoe vermoeiender dat dat is. En zeker als je nog niet veel buikspieroefeningen hebt gedaan, dan voel je dat toch wel al heel snel. Dus je moet maar zelf aanvoelen of je dat 5 keer kan, of 10 keer kan, of 15 keer kan. Maar het is toch al best een zware oefening. Niet voor beginners. Maar als je bij deze oefening de navel goed ingetrokken houdt en de onderrug tegen de grond, is dit een perfecte oefening om de buikspieren sterk te maken. Deze oefening kun je perfect doen in de zetel. Als je bijvoorbeeld wat social media aan het checken bent, sms'jes aan het sturen of iets anders. En je zult ook merken, als je dit in de zetel doet, dat dat toch wel een stuk zwaarder is dan dat je dat gewoon op de grond doet, op een matje, omdat je in de zetel toch meer moet stabiliseren. En eigenlijk is dat wel goed, want als je meer stabiliseert, gebruik je veel meer spieren en dan zit je veel harder aan het werken.